Het vuurwerkfestival op Scheveningen stevend dit jaar af op een record aantal bezoekers. Al 230.000 mensen zijn op afgekomen. Zaterdagavond is de finale van het festival. De organisatie laat weten dat de laatste avond ook doorgaat bij slecht weer. De weersverwachting gaat uit van pletsbuien en mogelijk onweer. Bij een ernstig verkeersongeluk aan de Raapoortslaan in Wassenaar is vrijdagavond een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer kwam in botsing met twee andere fietsers. Reanimatie mocht niet meer baten. De andere twee fietsers bleven ongedeerd. De politie wist op zaterdagmiddag nog niet wie het slachtoffer is en verspreidde foto's om achter zijn identiteit te komen. Gescheiden afval inzamelen kan beter, dat zegt afvalbedrijf Avalex in Delft. Momenteel wordt 45% van het afval gescheiden en dat moet 65% worden. De afvalscheiding stond zaterdag centraal tijdens een open dag van de afvalverwerker in Delft. Honderden mensen kwamen daarop af. In Reewijk heeft brand gewoed in een garage van een autobedrijf aan de Pascalstraat. Meerdere auto's raakten zwaar beschadigd. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Niemand raakte gewond.